Hey, leuk dat je kijkt naar weer de eerste vlog van het jaar. Ik begin de vlog letterlijk met Happy New Year. Maar dat komt omdat het dus begin januari was dat ik had gefilmd. En daarna heb ik eigenlijk gewoon niet echt geüpload. Dus heb ik eigenlijk de beelden van deze maand, beetje de hoogtepunten, lekker achter elkaar geplakt. En dan hebben jullie toch hopelijk een leuke vlog. We gaan onder andere naar de IKEA. Ik ga naar de Kringloop. En we gaan naar de film. En nou ja, toch best wel leuke... leuke dingetjes al in januari. Dus veel plezier met kijken. Happy New Year! Leuk dat je kijkt naar de eerste vlog van het nieuwe jaar. Het is vandaag 3 januari. En ik begin gewoon deze weekvlog vandaag. En waarom? Omdat wij naar de IKEA gaan. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ik hoop trouwens dat je een goed uiteinde hebt gehad. En een leuk nieuw jaar hebt. En we gaan het rocken met z'n tweeën. Ik ben ook lekker vandaag naar therapie geweest. Was top. Dus ja... Chico is lekker uitgeslapen vandaag, maar niet juist. Die ging om 3:30 s'nachts slapen, want zijn nieuwe voornemen is blijkbaar... als je een serie begint, moet hij in 1 keer uit. Dat is gelukt. Netflix-serie over voetbal. Captains of the World. Hè? En hij is natuurlijk een Messi-fan, dus die moest hij even kijken. En ja, ik heb korte nagels en rood. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het helemaal niet leuk. Maar ik had een poll gedaan op mijn Instagram... lang of kort. En iedereen wil altijd kort. En ik kreeg ook een DM van iemand die zei... lange nagels is heel erg ordinair. Toen dacht ik... nou, nu wil ik eigenlijk lange nagels houden. Zo werkt dat soms in mijn hoofd. Als iemand dan zoiets wil zeggen, denk ik altijd... argh. Maar toen brak ik mijn nagel bij het spelen van Halligalli. Met oud en nieuw. Toen dacht ik, ja, nee. Nu moeten we kort. Ik ben er niet blij mee. Nu dus even naar de IKEA. Waarom gaan we naar de IKEA? Omdat ik dus mijn kerstspullen onder andere... Het zat in een kartonnen doos. En die kartonnen doos die scheurt eigenlijk iedere keer steeds weer wat meer. En toen dacht ik, ik wil het eigenlijk wel lekker heel graag goed doen. Ik heb ook nog een aantal andere dozen die een stukje kleiner zijn. Waar we andere dingen in doen. En ik dacht, ik wil gewoon eigenlijk een aantal best wel grote dozen. Oh, hij is al weg. Aantal grote dozen die gewoon dan super mooi opstapelen, dat ik het gewoon helemaal netjes op zolder kan doen. Dit is zeg maar de doos verder en ja, heel gezellig en leuk al de kerst. Outfit van vandaag is heel simpel. Deze trui van Gina Tricot doe ik eigenlijk altijd aan. Ja, vind ik heel lekker warm. Een broek van ASOS, zo'n lengtemaat broek, lekker. En oh, er zit iets onder mijn schoen. Een draadje, mijn ASICS. We hebben nu dus een auto die we moeten opladen, dus dat is even, yes, even anders. We hadden hiervoor hybride, maar nu hebben we plug-in hybrid. Hartstikke leuk, hartstikke chill eigenlijk. En er is best wel vaak ook gewoon een plek vrij, dus ideaal. Best wel druk, veel mensen hadden het idee om naar de IKEA te gaan, denk ik. Maar we gaan meteen naar beneden, we gaan niet door alle winkeltjes, want ja, we moeten gewoon beneden dingen halen. Kijk, deze zijn van 22 liter en ik heb dus echt... Oh, ik krijg hem niet eens uit elkaar, jongens. Oh mijn god, ja. Deze, ik heb echt minimaal 45 liter heb ik online gezien. En ik heb ook eventjes deze alvast gepakt. Microvezeldoekjes had ik weer nodig. Ziek is eigenlijk forever op zoek naar een nieuw kussen. Nou, ziek. Hij heeft zeg maar een heel oud kussen. En dat is het enige kussen waar hij echt lekker op slaapt. Dus als we met de auto ergens heen gaan, pakken we ook altijd zijn kussen zeg maar in. Omdat hij anders gewoon niet lekker slaapt. Maar dat kussen is stiekem wel een beetje geel en oud. Weet je wel? Dat je denkt, doe maar weg. Maar ja, als hij geen ander kussen heeft, is het volkomen. Dus we gaan even kijken. Hey Zico, dit voelt een beetje als jou, hè? Ik ben een buikslaper, toch? Of niet? Je bent een allesslaper. Ja, dat hebben ze niet. Hier, een beetje van alles. Maar we hebben zeg maar een Emma-matras. En dat matras is echt geniaal. Altijd als wij dan ergens geslapen hebben en we komen weer thuis, zeggen we tegen elkaar dat we die zo lekker vinden. Maar ze hebben ook kussens. Dus misschien moeten we even bij die kussens kijken. Maar het kussen wat hij nu heeft is van IKEA. Dus vandaar dat hij even wil kijken. En eigenlijk wil ik altijd als ik hier ben, want volgens mij heb ik deze, maar dan in het bruin zeg maar hebben we deze. Deze heb ik maar dan van de Jisk. Als ik die überhaupt nog heb, want die was echt na 1 keer was zo helemaal aan het pillen. Maar echt, ik wil altijd nieuwe dekbed overtrekken als ik dit zie. Maar ik heb er zoveel. Ik zou die eigenlijk ook een keertje uit moeten zoeken. Sico gaat even onze badkamer boven. Die is echt te klein. Kijk, we hebben namelijk echt een badkamer boven. Van, nou, we denken dat het 1,70 of zo bij 1,70 is. Toch, denk je 1,70 bij 1,70 toch? Ja, denk ik ook. Dus even om te laten zien hoe klein het is. En waarom we dus een badkamer beneden ooit hebben gemaakt. Oh, we willen verhuizen, zei hij. Maar dat is niet waar hoor, in ieder geval. Ik zou het niet erg vinden om te verhuizen.
Maar het is niet echt realistisch eigenlijk. Er zit iets op mijn lens. Het is niet heel erg realistisch. Ja, maar ik denk dat het misschien dat het iets... Ja, de douche misschien wel iets breder is hoor. Dat denk ik. Dat het iets nog naar die kant moet. Dus dat het tot hier zou lopen. Voor een lamp. Wij hebben dus zo'n lamp. Maar dan deze is een beetje rechthoekig. Maar wij hebben hem dus vierkant. En ik heb hem dus in de kringloop gekocht. Ik zou deze ook zo hebben kunnen meenemen. Maar ik ben zo blij met die van de kring. Ik zal hem thuis nog even laten zien. Kijk, precies waarvoor ik hem wil gaan gebruiken. Maar ik ben even vergeten of dit hem is. 45 liter. Ja, maar hij oogt zo klein. Ze hebben ook als het goed is echt 60 liter en zo. Oh, je mag niet je baby erin stoppen, zie ik. Maar ik kan. Zieke wil deze. Maar die krijg je niet goed de zolder op en af, dus die niet. Ik denk dus dat we wel voor 65 gaan. En dat is deze. En die is dus 9,99. En de deksel is dan 3 euro. Wat vind jij dan van dit maatje, Zico? Ja? Oké. Okay. En hoeveel doen we er? 3. Ja, is goed. Wat denk je meer? Nou, weet je wat heel de grap is? Ik zal altijd zeggen 2 of 4. En dan doe jij 3 en dan dacht ik... Drie is goed. Ja, 3. We gaan voor 3. En een wasrek. Wat is er ook met ons vorige wasrek nou gebeurd? Kapot? Ja, ik weet niet meer precies hoe dat was gebeurd, maar die is kapot. En we hebben nu nog de oude van toen Ziek op zichzelf ging wonen. Maar we hadden er dus daarvoor 2. En 2 is gewoon zoveel handiger. Dus ja, nu hebben we er weer 2. Of is het niet overdreven om 2 wasrekken te hebben? Heel vaak wel gesneld. Ja, oké. Ik kan niet heel eventjes hier kijken, want Whitney heeft dus allemaal lekkere dingen van IKEA die ze iedere keer test. Onder andere die veggie medaillon. Wat is nou precies? Een groentetaartje. Maar ik was even benieuwd. Broccoli, prei, ui, kaas. Ja, dat wil ik. Oh, het is wel 5 euro. Even kijken. Oh, 8 stuks. Oké. En deze vind ik heel lekker. In ieder geval, ik kan me herinneren dat ze in een rode verpakking zaten. Maar ik hoop dat het wel hetzelfde is. Of waren deze nou ook heel lekker? Ja, alles is lekker. Alles. Het komt voornamelijk uit zijn borstkas. Moordkast. Daar is hij dus geraakt. Hele rare aflevering. Inmiddels thuis, maar deze moet ik er ook af gaan halen. Het is ook Christmas. Wat hebben we dus gekocht bij de IKEA? De dozen, microvezeldoekjes, deze. En ik had dus 1 van deze en de koekjes. En dat was 12 euro. Dus ik dacht 12 euro, maar ik ben dan zo'n dom ei die dan dat wel bedenkt en het toch afrekent en daarna naar de bon gaat kijken. Want ik dacht, ja misschien zijn die koekjes of dat dingen wel zo duur en heb ik gewoon niet goed opgelet, weet je wel. En ik vind het zo gênant om te zeggen 12 euro. Wat maakt het 12 euro? Terwijl ik dat gewoon ook kan zeggen, zeg maar. Ik heb gewoon, denk ik, verschillende fases in mijn leven. Maar deze heb ik dus een keertje gehad in het rood. Oh, dat is de lamp. Dat vertel ik zo. Ik ga van de hak op de tak. Sorry, een beetje stressig, want we hebben op Playtomic een wedstrijd ingepland met tegen vreemden om te kijken of we dat weer een keer kunnen doen. En de laatste keer dat ik met vreemden had gedaan was gewoon op Bali. En dus dat is al een tijdje geleden. En dus nu net 5 minuten geleden weet ik dus dat ik ga spelen tegen 2 vreemden. En dat vind ik dan super spannend en zo. Heb ik dus best wel lang geleden met Whitney ooit ontdekt. En die waren super lekker. Maar ik kon me herinneren dat ze rood waren. Dus ik kom bij de kassa. Ik zeg, mevrouw, waren dit die rode? Zegt ze, ja, dit zijn de vervanger. Ze zijn nu volkoren. Alles is nu minder suiker, minder zout en gezonder. En natuurlijk is dat heel erg goed. Maar ik blijf van sommige shit af, weet je wel. Mijn koekjes. Nee, het is alleen maar voor de better, wou ik zeggen. Het is natuurlijk eigenlijk ook veel beter. Maar ze zei dus dat ze echt super lekker zijn. Dus ik wou ze oprecht terugleggen toen ze zei, ja, ze zijn volkoren. Terwijl als ik wraps eet, koop ik ook volkoren wraps. En ik heb ook wel eens volkoren pasta of zo, weet je wel. Dus ik ga het gewoon proberen. En die veggie medaillon waren dus 2 keer aangeslagen. En ik moest dan in een andere rij staan om geld terug te krijgen. Dus toen heb ik gezegd, weet u wat, ik pak wel een tweede. Dus daar hebben we er nu 16 van in totaal. En dan zitten er 8 in per dingetje. En dus 3 bakken met deksel. 60 euro kwijt. En dan natuurlijk nog 12 euro in het winkeltje. Dus even gezellig naar de IKEA. Oké, wij gaan dus padellen. Oh, sorry jongens dat ik dan net zo helemaal van het hak op de tak ga. Maar dat is dus een beetje het paniekgedeelte wat ik heb. Ik had geen paniekaanval of zo. Maar... Oh, mijn hoofd draaide gewoon heel eventjes overuren.
En dat is eigenlijk dan niet nodig, maar daar ben ik nu pas. Toen wist ik dat nog niet. Kijk, mijn nieuwe racket! En hij is rood met zwart. Ik zal jullie zo meteen even laten zien wat ik aan heb. Ik draag dus rood met zwart. Net gespeeld en we hebben wel gewonnen, maar ik was even inkomen met mijn nieuwe racket. Dus dat ik meteen dacht, oh, mijn oude racket. Maar nee, ik moet gewoon eventjes door blijven oefenen. En ik ben weer zo rood als een tomaat. Inmiddels, dit zijn onze spullen met kerst. Hier word ik echt helemaal niet goed van. Dat is die sticker op die deksel. Maar ik heb stickerverwijderaars, dat moet ik nog eventjes doen. Ons nieuwe wasrek helemaal in gebruik genomen. Nee. Ze willen hem nog meer halen, denk ik dan. Ik wil eigenlijk nog meer bakken, ja. Dus ik zeg net van, ja, hoe wil je dat nou doen eigenlijk? Want dit is al kerst. Ik wil vandaag alle bakken gingen halen. Het is alleen maar kerst. Dit is alleen maar kerst, maar we hebben nog één bak. Voor alleen maar kerst. Nee, dit zijn mijn kerstspullen. Dit is van alle kerst. Ja? Ja? Dat is nog best weinig, hè? Ja, het is zat. Het is zat, het is zat. Maar dit is de lamp, jongens. Blij mee, hè? Hij staat nu iets meer in de hoek, omdat we laatst hier hadden gegeten aan tafel met mijn ouders. Met de kerst hebben we ons gecourmet. Ik ben mijn haar dus aan het doen, beneden, want dat vind ik gezellig. Maar moet je kijken? Allemaal dat nieuwe... Ja, je ziet het pas als het aan is, maar dan doe ik wel eventjes... Kapot veel! Ik ben er echt trots op. En blij mee. Je ziet het nu niet heel erg goed, maar ik heb... voor kerst bruine mascara gekregen. Dus ik ben nu een beetje met mijn bruine mascara era begonnen. Het is een brown black. Of een black brown. Dus hij is niet zo super bruin. Maar het is dus een stap. Dus, en ik vind het wel iets zachter. Oké, lief. Jij mag een tas voor mij uitkiezen uit de kast. Want heel veel staan hier buiten, maar die draag ik dus de hele tijd. Deze. Masiko heeft deze tas gekozen. Een tas die ik heb gekregen, ook weer met kerst, van iets Frans. Ja, je ziet hem nu niet, maar hij is heel leuk. Oké, hij komt eraan. Heel leuk. En deze kleur is ook een beetje de kleur van onze nieuwe auto. Zico moet naar de groothandel, dus ga ik gewoon even lekker met hem mee. En zie je de mascara? Het lijkt nu voor mijn gevoel gewoon weer een beetje zwart. En wat een wallen, hè? Ja, ik heb geen idee. Ik ben er wel heel erg blij mee. Nou, we zijn nu dus in de Hanos en ik vind de non-food afdeling altijd wel het leukst. Want ja, er zijn bakjes en schaaltjes en you name it. Ik vind deze heel mooi. Ik heb het gevoel dat je hier sushi of zo moet serveren. Want het lijken allemaal wel een beetje, ja, sushi-achtige bordjes. Maar het is dus zo'n vlak iets. Heel mooi voor presenteren. Maar ja, zulke dingetjes maak ik helemaal niet. Ik zag ook deze. Super special. Wat zouden jullie nemen? Zo'n hele doos. Ik wil eigenlijk drop. Ik zou echt zo'n hele mega zak drop willen eten. Ik zie nu alleen niet, want ik hou van honingdrop en muntdrop en oh, dit. Ik doe maar deze maar. Dat is een tientje, 9,55. Zo'n ding. Oh, wat zouden jullie nemen? Heel veel van jullie zouden misschien wel chocola zeggen. Drop medaille. Ook lekker. Oh, lekker. Zico heeft wel eens op de werkplaats heeft hij gewoon zo'n ding. En nu hadden ze van die ronde Red Band dingetjes. Die kan ik nu eventjes niet vinden. Oh, hier. Crazy faces. Crazy faces. Die hadden ze in de werkplaats. Nou, ik moest er vanaf blijven. Van mezelf. Maar oké. Leuk. Snel weg. Ook lekker. Moet ik uitpakken met mijn ogen dicht? Ja. Chico, zit je McDonald's tas? Hoe kom je nou hier aan? Op Instagram waren er in één keer dat er nog een paar tassen waren. Dat was 1 minuut geleden gepost, dus 10 seconden later had ik in die app heb ik meteen besteld. Heel leuk, heel leuk. In december was een adventkalender en dan was iedere keer waren er natuurlijk sokken, muts, tas. En toen was ik al heel erg verdrietig dat die tas er niet was. En hij heeft blijkbaar zijn tas. Is dit nu je nieuwe padeltas? Ja, dit is wel heel vet hoor, Zico. Het is inderdaad gewoon net zo'n verzendzak. Leuk, die creases ook erin. Dat vind ik heel leuk. Creases? Die vouwen. Pas je bedankt. Oh, een zijvakkie. Oh, dat is groot. Ja. Hier passen je ballen in. En paspoorten. Zo cute, hij is een stuk.
Inmiddels heb ik mijn nagels opnieuw gedaan. Ik vond het zo niet leuk, dat rood. Het was ook gewoon gellak. En ik was gewoon helemaal natuurlijk gewend om Biap te hebben zelf. Dus ik vind dit een stuk beter, fijner, mooier. Deze hand heeft nog wel wat nagels die een stukje korter zijn. En dus het is niet zo erg mooi zo bij elkaar. Maar dat geeft niet. Wij gaan even iets unboxen. Want ik heb voor mijn verjaardag iets gekregen. En ik had het nog helemaal niet unboxed. En dat wil ik wel doen. Dus dat gaan we nu even samen doen. Ik wou namelijk iets en ik heb het van Leonie gekregen. Van Korean Skincare. En dan gaan we het even unboxen. Leo is sowieso de skincare queen. Kan ik nog wat van leren. Ik heb wel gewoon mijn skincare gedaan. Ik heb ook echt weer een buisje op mijn neus. En ik ben er niet afgebleven. Dus het is een beetje een wondje geworden. Maar ik heb eigenlijk nooit buisjes. Maar ik heb dus bijvoorbeeld een hele droge huid. En wat ik ook heb is zijn hele droge lippen altijd. En ik zag iets dat helemaal viral ging. En ik moest het gewoon proberen. En ik heb het van Leonie gekregen. Ik heb een waardebon gekregen. Maar wel echt bedoeld voor de Laneige. Want ze wist niet zeker of ik hem nou aan iemand had gevraagd. Rondom de feestdagen. Want ik ben jarig in november. Maar ik was natuurlijk op vakantie. En we zagen elkaar toen. En we hadden daarvoor nog met elkaar besproken. Van wat ik moest gaan vragen voor Sinterklaas, Kerst en zo, weet je wel. Dus ze wist het niet zeker. Dus daarom een waardebon. Maar dit heb ik er volgens mij allemaal bij gekregen. Gel cleanser. Allemaal van die testertjes. Van denk ik dingen die ze full size wel verkopen. Op hun website. Nou, ben ik erg benieuwd naar. Ja. En dan heb ik nog sheet masks. Want dat vind ik gewoon echt super, super chill altijd. Ik begreep dus dat dit is zo'n overnight oat. What the F. Dat is ook iets wat Leonie eet. Maar dit is dus iets wat je in de avond moet doen en mee gaat slapen. Oh, dat ruikt zo goed. Dat was satisfying. Dit ruikt meer zoet. Beetje bubbelicious. Het voelt heel lekker. Maar ja, oké, dit had ik misschien helemaal niet moeten doen. Maar deze gaat op mijn nachtkastje. Of doen mensen het ook gewoon niet alleen maar overnight? Ik ben heel erg benieuwd. Blij mee. Wat ik ook ga doen, want nieuw jaar, nieuw... Niet nieuw me, maar gewoon nieuwe keuzes die ik ga maken. Ik ben ook gewoon heel erg goed bezig met van alles. Ik ben ook echt me heel erg goed aan het voelen. Het voelt heel erg fijn. Dit gaat namelijk ook het jaar zijn dat ik klaar ga zijn met therapie. In ieder geval de therapiesessie. Waar ik nu mee bezig ben. Dus dat is heel erg leuk. Ik ga ook zo meteen een massage voor mezelf boeken. Voor aankomende week, dat wel. Want ik ga samen met Marloes. Maar gewoon goed voor mezelf zorgen. Dit soort maskers gewoon kopen als ik denk dat het goed is voor mijn lippen. Ik ga gewoon alles doen wat goed voelt. Let's get it. Makkelijker gezegd dan gedaan. Nou, Zico en ik hebben eigenlijk vandaag heel veel opgeruimd in huis. Heel veel schoongemaakt, vuil weggebracht, you name it. En we zijn net naar snackbar geweest, daar hebben we eten gehaald. En nu gaan we naar Wonka, de film. In onze joggingsbroeken, daar hebben we echt heel erg veel zin in. Ik zit zo vol van de... sorry, ik knalde jullie tegen de deurpost staan. Ik zit zo vol eigenlijk van de friet en mijn lumpia. Want we zijn naar een nieuwe snackbar gegaan. En ik was benieuwd naar... Ze hebben dus hun vega-menu een beetje verteld. En dat was dus een kaas... Gewoon een kaassoufflé en allemaal dingen. Maar wat ze ook hebben is de vega-lumpia van de Markt in Zaandam. En ik vind de lumpia's van de Markt in Zaandam echte aanraders. Dus lekker. Let's go. Let's get it. En we zijn weer buiten. En ja, we zijn met de auto, want het is koud. En dat is misschien glad, dus daarom gingen we niet op het scootertje. Wat vond je van de film? Beetje tegenvallen. Ja, ik vond hem ook tegenvallen. En ik moet je heel erg toegeven, ik ben ook een beetje... het staat meteen een paar nul... zeg maar een paar punten in de mindering, omdat... Volgens mij zijn er al 9 of 10 liedjes geweest. Ik ben zo'n persoon. Ik haat liedjes in films. Dan gaan ze opeens zingen. En je voelt het ook aankomen. Dan hoor je zo'n achtergrondmuziekje. En dan... We'll see. En dan... Ik weet niet wat dat ook weer is. Waar is dat ook weer? Oh ja. Sun's running in the news. Wow, zo! Zo, dat weet ik niet. Oh!
We hebben natuurlijk een nieuwe auto. En er zit iets tussen mijn lens. Oh, een haartje. Zico, ze gaan dicht. Dicht? Wat nou? Moeten we deze kant met uitreizen? Ik denk het. Oh ja, ja, ja. Oké. Super, super. Maar nieuwe auto. Dus volgens mij is die 1600 nog wat hoogte in centimeters. Ja, met een nieuwe auto moet je al die dieren nu ook even bekijken. Maar wat ik wel echt zo mooi vind, is we hebben een... Dit noem je toch een panoramadak? Ja, en die kan dus ook helemaal... Oh, doe je dit? Nee. Ja, die kan helemaal open. Beetje koud nu, maar het kan wel. Yay! Ik heb heel zin in de zomer. Morgen ga ik naar mijn moeder toe. We gaan weer allemaal dingen doen voor haar emigra... Mijn moeder gaat emigreren. En als je dat niet wist, heb je niet mijn video's nog gezien. Maar mijn moeder gaat het land verlaten. Ze gaat verhuizen naar Spanje. Dit jaar. Zo bizar. Mocht je benieuwd zijn naar een wat langer verhaal, dat zit in een december video. Dus het is echt heel kort geleden is die online gekomen. Ik denk dat die december vlog 5 heet of zo. In ieder geval, in de titel staat er, mijn moeder vertrekt. Dus dan kan je het makkelijk vinden mocht je benieuwd zijn verder naar het verhaal. Het is de volgende dag en nu ben ik aangekomen bij mijn moeder thuis. In ieder geval, ik zit in de auto nog. En we gaan er allemaal dingen opruimen, wegdoen, uitzoeken om, ja, het huis leeg te maken. Want het huis is natuurlijk helemaal verkocht en al die gekkigheid. En het huis waar ze naartoe gaat is een stuk kleiner. Als je er gewoon over nadenkt, zoveel spullen die je hebt in je leven, heb je helemaal niet eens nodig. Jezus, oh jezus. Hi. Shh. Cody. Hey Murphy. Ja, mijn moeder heeft 3 hondjes. Hey. Wij hebben van alles uitgezocht, weggedaan, et cetera. Maar dat zullen jullie natuurlijk ook allemaal weer zien in de losse video's. Mijn moeder vertrekt video's is een serie die ik aan het maken ben. Heel leuk allemaal. Maar we gaan even naar de kringloop. Want we waren op 950 meter afstand van een kringloop waar we allebei nog nooit zijn geweest. In Bunschoten, Spakenburg. Dus dat is hartstikke leuk. Net op tijd. Oei, op tijd. Kijk, zij gaat ook. Ze is er vandaag gekomen, ja, zie je dat? Ze heeft een heel lelijk tafeltje. Ja, blij dat dat weg is. Ja. Dank in het tafeltje. Is er nog een plekje voor mij? Ja, ja, zeker. Nou, tweede kans ingang. Dit is volgens mij zo'n kringloop waarbij je gewoon even lekker moet zoeken en struinen en dat je pareltjes kan vinden. Dus let's get it. Ik ga vast naar binnen, dan kan je mij vinden. Oeh, parel. Nou, wij zijn binnen. Ik ga meteen even bij de sieraden kijken. Er hangt echt super veel. Niks bij de sieraden gevonden, maar zoals je hoort, de muziek staat heel erg hard, dus ik krijg een copyright als ik het niet doe, dus sfeerbeelden. Kijk, we hebben even een mandje nodig gehad. Mijn moeder heeft een jurk en een vestje al gevonden. Nu zijn we heel veel bij de lampjes. Deze is best wel leuk. Eigenlijk kijk ik nooit zo vaak bij stekker dingetjes, maar met mijn moeder dan weer wel. Nou, gieren. Gierenbrullen. Hihi. En het is best wel een groot kringloop. Het is koud, maar best wel leuk. En het is hier gesorteerd op kleur. Dat vind ik eerlijk gezegd altijd niet zo chill. Maar het staat wel mooi, weet je wel. Dus ja, I do get it. Mijn moeder gaat haar eerste item even passen. Ik zet jullie heel even iets hoger. Ja. Ik weet niet of het deze wel geweldig vindt. Ja, je moet helemaal wik. Oh, daarin. Ja, ja, je hebt de grote jetsers hiervoor. Ja, dat is niet, dit nee. Is hem niet, hè? Het is een, maar goed, dat kan pas. Een wikkeljurk. Ja, maar hij had heel mooi geweest. Hij had heel leuk. Maar ik heb iets in mijn handen. Oké. Ik hoop dat dit past en leuk is. Het past niet. Ah, oh, dat is zonde. Hij is leuk. Maar het zit het. Het hij is leuk. Hoe heet dit? Dit prijsje zit er, of dit zeg maar zit er mis.
Maar is het leuk? Ja, die is super leuk. Die is echt gaaf. Ja, maar wanneer draag ik dit? Bij dit weer bijvoorbeeld. Niet zomers. Ik moet letterlijk zitten om in de spiegel te kunnen kijken, want ik ben veel te lang altijd. Maar ik vind dit echt, ja, het klinkt heel stom, maar ik vind dit gewoon zo, zo mooi. Ik heb hier gewoon wat mee. Ik heb het weer ijskoud, maar ik heb natuurlijk weer een padelrokje gevonden. Koude handen van mijn moeder tegen mijn benen aan. Weer een padelrokje gevonden die ik echt heel leuk vind, met wit en zwart. En hij is 2,50. De 50. Yes. Maar ik vind hem heel leuk. Ja, deze stoel, die neemt de halve pashoekje in beslag. Maar hij is heel erg leuk. En ik heb nog een sport topje nu. Oké. Okay. En deze was helaas te klein, maar ik had ook helemaal niet naar het maatje gekeken. Maar het is een XS. Maar ik vond hem wel heel erg mooi eigenlijk. Maar die gaat terug. Kijk, dit is een beetje zo'n Gustav Meyer. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe je zijn achternaam moet zeggen, maar Gustav in ieder geval. Zo'n ontwerper. En die borden. Echt heel erg leuk. Deze is 1,50, maar het is een beetje soort van plantenbord, zeg maar. Maar ik vind hem wel leuk. Yes. Toch best wel goed geslaagd. Echt, ik vond de prijs van 100% beter. Ja, en ze hadden ook iets heel erg leuks. Ze hadden rode stickertjes en die waren dus 50% korting. Dus laat zien wat het hebben gekost, schat. Ik ga padellen met mijn kids. Een broekie voor te sporten. Ja. En een heel leuk teddy. Body warmer. Ja, ja, dat is het toch natuurlijk. Ja. En lekker lang voor over de bibs. Dat ja. vind ik altijd prettig. Ja, en met drukknoopjes. Ja, en hij die is werken ook leuk. Nog. En hij is lekker. Ja, hij is heel leuk. Superleuk. Hij is van Noisy May. En ik heb nog nooit iets van dat merk gekocht. Maar volgens mij is het best wel een prima merk, zeg maar. Dus het is een lang. En zakken. Ja, dus dit is echt typisch iets voor mijn moeder. En omdat ze natuurlijk in Spanje hele andere winds hebben dan hier, is dit een heel lekker winterdingetje. En ze gaat inderdaad padellen met mijn broer Zico en mij, omdat ik dat voor haar verjaardag heb gegeven. Dus dat. Ik heb... Ja, dit leuke hokje is dat. Ja, toch? Ja, leuk hokje, ja. Deze die ik dus heb pas net gekocht. In het begin dacht ik, oh, die is veel te strak misschien, maar dat is hij niet. Ik heb deze kaarsen. Zo'n spiral kaars die van de origine van de Aldi zijn. Dus ik heb het gevoel dat die heel snel opgebrand zullen zijn. Maar ze waren 1 euro en ik vind ze best wel leuk. En zijn nog best wel groot. Misschien kan je daar een video over maken. Over hoe lang ze branden. Ja. Nou, als jullie er zin in hebben. Dan doen we dat hoor. Ja, en ik kon het niet laten. Ja, die is zo leuk. Ik kon het niet laten. Maar die staat jou geweldig. Ik moest dit. En mijn moeder noemde me meteen Nikita. Ik heb niet, ja. Ruski. Superleuk. Nou, ik vind het heel leuk. Ja, zet toe. En dat was hem. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Mocht je tot hier zijn gekomen, laat dan even het woord muts achter. Want ik weet, het is niet iedereen's cup of tea, maar ik weet, ik was er gewoon verliefd op. En ik heb het denk ik van mijn moeder, want mijn moeder heeft die ongeveer in het zwart en in het bruin. En ik weet het niet. Ik vind het gewoon super, super leuk. Dus dat. En het is nu ook lekker een beetje aan het sneeuwen. Dus misschien kan ik hem lekker aan doen binnenkort. Ik zie jullie heel graag heel snel weer. Doei doei.